Maar eerst dus zaken oplossen. Vanavond maakt de politie hier namelijk bewakingsbeelden openbaar die een belangrijke rol spelen in het onderzoek naar de dood van deze vrouw, Patricia Oliveira dos Santos, en haar babyzoon. Beide overleden afgelopen oktober in Diemen. En omdat Patricia Braziliaans is, ondertitelen we nu. Zondag 29 september. Vanuit het Braziliaanse Fortaleza landt een vliegtuig op de luchthaven Schiphol. Aan boord zit de 32-jarige Patricia Oliveira dos Santos, klaar voor een nieuwe stap in de toekomst samen met haar 48-jarige Nederlandse vriend. De komende tijd zal ze bij hem intrekken in zijn flat aan de Martin Luther Kinglaan in Diemen. Het zijn spannende tijden. Het is Patricia's eerste bezoek aan Nederland en zelfs haar eerste keer buiten Brazilië. Haar leven speelt zich tot dan toe af in de badplaats Fortaleza in het noordoosten van Brazilië. Patricia woont er in een van de favela's, de sloppenwijken van de stad, samen met haar twee zoons uit een eerdere relatie. Zo'n 3 jaar geleden leert ze de man uit Diemen kennen in het lokale uitgaansleven. Wat begon als een romance aan de bar, groeit uit tot een relatie. Zo vertelt haar zus aan een Braziliaanse tv-zender. Ela apresentou ele aqui para nossa família, os filhos dela. Chegou até levar os meninos onde eles se hospedavam, um hotel aqui de Fortaleza. Visitava aqui na minha casa, veio uns 3 vezes no máximo. Tijdens het bezoek van haar Nederlandse vriend aan Fortaleza dit voorjaar raakt Patricia in verwachting. Hoog tijd voor de aanstaande moeder om nu ook eens naar Nederland te komen. Eu disse para ela que ela não fosse, que não ia dar certo essa viagem, que ela tinha 2 filhos dela, tão pequeno. E ele, o maiorzinho, pedia a mamãe, não vai, que eu sei que vai acontecer alguma coisa de ruim com a senhora. Ela dizia, não, Pedro Henrique, não vai acontecer nada. Hier zien we de twee op 29 september, net na haar vlucht, samen bij de flat in Diemen. Patricia is dan 7 maanden zwanger en ze hebben elkaar maanden niet gezien. Je zou verwachten dat ze zoveel mogelijk tijd samen willen doorbrengen. Maar het tegendeel gebeurt. Patricia's vriend vertrekt begin oktober samen met zijn vader naar de Middellandse Zee voor een cruisevakantie. Zonder zijn vriendin, die hier dan pas een paar dagen is. Patricia is hoogzwanger, spreekt geen Nederlands, kent verder niemand en staat er helemaal alleen voor. Dit zijn selfies van haar dan. Ze probeert er dapper het beste van te maken. Die lange, eenzame dagen zit ze de meeste tijd alleen in de flat. Wel loopt ze regelmatig in de avond naar de Albert Heijn aan het Diemerplein voor een gratis kop koffie. Tussen 8 en 15 oktober maakt ze hier bijna dagelijks tussen 7:15 en 19:30 avonds een foto van zichzelf. Opnieuw helemaal alleen. Half oktober is haar vriend terug van zijn vakantie en hebben de twee eindelijk tijd voor elkaar. Dit zijn beelden van woensdagavond 16 oktober. De twee staan op het punt om samen iets te gaan drinken. Eerst bij café Cheers aan het Diemerplein. Daarna in het pandje verderop in Diemen. Daar wordt deze foto gemaakt. Patricia en haar vriend maken een ogenschijnlijk ontspannen indruk. Na sluitingstijd stappen ze op de fiets richting de flat aan de Martin Luther Kinglaan. Rond 2:50, het is inmiddels donderdag 17 oktober, stappen ze in de lift naar zijn appartement. En later die nacht moet er binnen de 4 muren van dat appartement iets gebeurd zijn. Want zo dadelijk ziet u Patricia Oliveira dos Santos opnieuw en ze maakt dan een hele andere indruk. Dit zijn die beelden van 3:50 s'nachts. Opmerkelijk om zomaar met al je spullen en hoogzwanger de straat op te gaan. Even later komt haar vriend ook naar beneden. Patricia wankelt en samen lopen ze naar buiten, de hoek om. Na een paar minuten komt haar vriend weer binnen, alleen, en vertrekt naar boven. Door het raam is te zien hoe Patricia buiten achterblijft. Met haar reiskoffertje achter zich slepend loopt ze uit beeld. Ongeveer 3 kwartier nadat Patricia is vertrokken, rond 5:00 die nacht, komt haar vriend opnieuw naar beneden. Hij stapt dan in zijn Mercedes en rijdt weg. En kort na 5:30 verschijnen de twee weer samen bij de flat. Dit zijn de laatste beelden van Patricia Oliveira dos Santos. Ruim 24 uur later, op vrijdagochtend 18 oktober, vindt de politie in de flat in Diemen het lichaampje van een dode pasgeboren baby en de ook overleden Patricia. Haar 2 jongetjes in Brazilië zullen hun moeder nooit meer terugzien. Eu sei assim, né, por causa das informações que deram, né, e tudo que eu soube no dia que me disseram. Aí eu tô acreditando, né? Mas eu não tava acreditando de jeito nenhum.
Aí depois, né, foi o jeito de acreditar que era tudo verdade. Ja, mevrouw van Liebergen, na die laatste bewakingsbeelden die we van het slachtoffer zagen, moet er iets dramatisch gebeurd zijn in het appartement. U heeft al eerder bekendgemaakt dat abortuspillen daar misschien een rol bij hebben gespeeld. Ja, na een zwangerschap van ongeveer 7,5 maand is Patricia bevallen van een doodgeboren kindje, een jongetje. Die bevalling vond plaats in de flat van haar vriend, zonder dat daar enige medische hulp bij aanwezig was. Helaas is die bevalling niet alleen het kindje, maar ook Patricia fataal geworden. En ze is waarschijnlijk overleden aan bloedverlies. En mogelijk is die bevalling dus opgewekt door abortuspillen. In een stadium van 7,5 maand zwangerschap is dat extreem laat. Inderdaad, het kindje is dan nog geruime tijd levensvatbaar. In Nederland worden abortussen tot maximaal zo'n 5,5 maand zwangerschap uitgevoerd en daarna is het strafbaar. Nou, centraal in het onderzoek naar hun dood is of Patricia die pillen vrijwillig heeft ingenomen. Wij vragen ons dat zeer af. Uit de bewakingsbeelden weet u dat haar vriend al die tijd bij haar in de flat is geweest. Wat zegt hij hier dan over? Ja, mijn collega's hebben de lichamen aangetroffen nadat de vriend van Patricia op vrijdagochtend 18 oktober, ruim 24 uur nadat zij samen zijn thuisgekomen, op het politiebureau een melding maakte van de dood van zijn vriendin en hun kindje. En hij heeft daarover ook een verklaring bij ons afgelegd. In zo'n geval is het gebruikelijk dat we die verklaring toetsen. Maar de enige bij wie dat zou kunnen is Patricia en zij is er niet meer. Nou, omdat wij die verklaring dus niet meer bij haar kunnen verifiëren, doen we ook geen mededelingen over de inhoud van die verklaring. Ja, ja. Precies. Nou, hij zit op dit moment vast op verdenking van illegale abortus onder strafverzwarende omstandigheden en doodslag op de vrouw door na te laten medische hulp in te schakelen toen dat dringend nodig was. Het is een afschuwelijk verhaal, ook omdat er dus twee jongetjes in Brazilië zonder moeder achterblijven. Ja, haar familie is ontzettend ontdaan door haar overlijden en dat van het kindje. Haar twee zoons, die uit die vorige relatie zijn zo goed als mogelijk opgenomen door die familie. En inmiddels zijn de twee lichamen van Patricia en het kindje weer terug naar de familie in Fortaleza, waar zij afscheid hebben kunnen nemen en hun begraven hebben. En u stipte het net al aan, dat kindje was dus eigenlijk levensvatbaar. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En het leeft ook enorm bij de collega's. Voornamelijk degenen die ook in het onderzoek betrokken zijn en ook ter plaatse zijn geweest in de flat. Ook al zijn ze natuurlijk ontzettend veel gewend. De aanblik van een overleden moeder en een dode baby, dat heeft voor een aantal van hen echt diepe indruk gemaakt. En sommige van hen krijgen dan ook extra hulp aangeboden om daar zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan. Schokkend verhaal. Waar kunnen wij dan nu bij helpen in dit uitzonderlijke onderzoek? Ja, wij willen graag spreken met iedereen die Patricia Oliveira dos Santos heeft gezien of gesproken in de periode voor 18 oktober. Dus wie heeft haar gezien in de omgeving van de flat aan de Martin Luther Kinglaan in Diemen, waar ze verbleef, of in de omgeving van het winkelcentrum aan het Diemerplein, waar ze bijna dagelijks bij de Albert Heijn kwam om koffie te drinken. Ja, nu zagen we zien ze ook hier weer zo, de beelden van Patricia van die nacht van woensdag 16 op donderdag 17 oktober. Daar maakt ze een beetje versufte, verwarde indruk op. En ze is toen in die toestand ruim een uur buiten geweest. Ja, we weten niet waar zij is geweest tussen ongeveer 16:15 en 17:30 s'nachts. En willen weten wie haar, maar ook haar vriend, die nacht hebben gezien. En de vraag is dus cruciaal wat er in die periode precies is gebeurd. Hier zien we haar rond 16:15 weglopen bij de flat aan de Martin Luther Kinglaan. Patricia droeg die nacht een opvallende rode jas. Had een koffer bij zich en verschillende tassen. Ze liep hier bepakt en bezakt langs de flat. Maar waar ze vanaf hier de Martin Luther Kinglaan in Diemen naartoe is gegaan, is niet duidelijk. Die flat ligt in het noordwesten van Diemen, niet ver bij het treinstation van Diemen vandaan. Ongeveer 3 kwartier nadat Patricia is vertrokken, rond 17:00 die nacht, komt haar vriend naar beneden. Vermoedelijk heeft hij een tijdje vanuit zijn Mercedes gezocht op verschillende plaatsen in Diemen. Uiteindelijk moet hij Patricia ergens hebben aangetroffen. Dat is hier te zien als ze rond 17:30 weer samen thuiskomen.
En mevrouw van Liebergen, u verwacht eigenlijk dat als mensen Patricia die nacht hebben gezien, dat ze zich haar moeten kunnen herinneren, omdat ze echt wel een opvallende verschijning was toen. Ja, zeker door die rode jas en haar bagage. Patricia sprak behalve het Portugees, dat in Brazilië wordt gesproken, geen andere talen. Dus geen Engels en zeker geen Nederlands. En op de foto's die we van haar hebben is het niet te zien. Maar Patricia had een heel slecht gebit. Ze miste een aantal tanden. En die combinatie van die koffers, het nachtelijke tijdstip, dat ze wat onvast ter been was en het onverzorgde gebit, daardoor hebben mensen die haar hebben gezien misschien gedacht dat ze dakloos was. Nou, voor ons nogmaals heel erg belangrijk om te weten wie haar die nacht van woensdag 16 op donderdag 17 oktober heeft gezien of gesproken tussen 4:15 en 5:30 s'nachts. Hele duidelijke oproep voor u thuis. Heeft u Patricia Oliveira dos Santos gezien, gesproken toen? Laat van u horen. De beelden in het onderzoek staan vanaf nu op onze site. En de opsporingstiplijn van de politie is uiteraard 24 uur per dag gratis te bereiken via 0800 6070. U kunt ook een vertrouwelijk gesprek voeren met het team Nationale Inlichtingen van de politie. Wilt u volkomen anoniem blijven, dan kunt u terecht bij M.